sorry. Even staan. Dames en heren, van harte welkom vanmiddag bij Muziek Uit Veen. U had als presentator Patrick Burman verwacht. Ik ook. Waarheid niet dat Patrick met de trein is gestrand in Weesp en we er op geen enkele manier nog in konden slagen hem op tijd in Hoogeveen te krijgen. Dus u moet het met mij doen, of wat u vooral mee moet doen, dat zijn natuurlijk de 6 gasten en in de volgende ronde hebben we weer 6 gasten. En deze mensen moeten het vooral doen, dus ik zal vooral fungeren als een soort van aangever. En ik ben dus wel heel nauw betrokken geweest bij de hele opzet van dit project. Dus ik denk dat ik ook wel wat weet als nodig is. Maar we gaan er ook vanuit dat deze heren en dames allemaal met veel podiumervaring en zo toch zo wel bespraakt zijn dat het allemaal toch een hele gezellige middag kan worden. Ik wil heel kort even wat vertellen over Muziek Uit Veen. Muziek Uit Veen is een project van de Verhalenwerf. De Verhalenwerf is eigenlijk de voortzetting van wat in de tijd het Museum de Vrije Thuis op Morgen was. Maar dan met een nieuwe formule, hè, waar het vooral om gaat, zijn de verhalen van de Hoogeveeners. En een van de projecten is dan Muziek Uit Veen. U moet ook zo zien, Muziek Uit Veen loopt door tot en met 12 april. Wij zijn vanuit die organisatie hier met een hele grote groep vrijwilligers, echt geweldig, heel druk bezig geweest met het verzamelen van allerlei verhalen, met filmfragmenten, geluidsfragmenten, enzovoort, enzovoort. Kunt u ook allemaal zien hier, de tentoonstelling hierachter. Maar voor een deel bent u ook aan zet. U kunt via www.verhalenwerf.nl, dat is onze nieuwe website, kunt u uw verhalen kwijt. Dat heet uw verhalen over Muziek Uit Veen, over bandjes uit de jaren 65, 85. Zet ze op de site en als u, als u dat zelf niet kunt, kom naar de bibliotheek, dan doen we dat samen met u, geen enkel probleem. Maar dat is een beetje de opzet dat wij samen met u nog een heleboel verhalen gaan verzamelen de komende tijd en beschouwen vanmiddag als een begin. Ik heb 6 gasten aan tafel zitten en ik begin met Ed Wenning. Ed is de voorman van dit project, van bij ieder project van de Verhalenwerf hebben wij eigenlijk altijd een soort van boegbeeld, een man die of een vrouw die heel veel weet van dit onderwerp. En ik zou zeggen, Ed, wil jij jezelf eens voorstellen aan de mensen? Pak een microfoon. Ik ben bestaanbaar. Ik ben Ed Wenning. Ik woon vanaf 1970 hier in Hoogeveen. En ben... Hadden jongens. Niet dichterbij, op je lippen. Ja, dat doe ik al. Maar dan krijg ik een spook. Ik ben Ed Wenning en ik woon sinds 1970 in Hoogeveen. Ik ben toen vanuit Amsterdam naar de Hoogeveense muziekschool gekomen om daar te werken. Tevens werkte ik toen in Assen en in Meppel op de muziekschool. Dat was voor mij een vreemde gewaarwording toen ik hier kwam. Want ik dacht bij mezelf, we gaan naar Hoogeveen en mijn schoonouders die kampeerden daar. En ik dacht, ja, Hoogeveen, naar school geleerd, Drenthe, Zand, Grond, Bonkveen, dacht, nou, wat moet ik daar verwachten? Dus ik kwam hier op het station aan en ik werd verwelkomd door een hele horde ganzen. Die kwam vanuit het vijvertje daarvoor ergens. En ik had toen heel lang haar, ik kwam net uit de provo-tijd, 70. Helemaal in paars gekleed. Zelfs paarse klaars had ik aan. En dat was een bijzonderheid natuurlijk om te zien. Maar ik dacht bij mezelf, ik kom hier wonen, ik moet me maar aanpassen. Nou, dat is er nooit voor gekomen eigenlijk. Want het ging eigenlijk vanzelf. Ik heb altijd heel veel contact met mijn leerlingen gehad. Dat is het begin eigenlijk geweest. Ja. En Ed heeft een gigantisch archief. Dus we hebben de afgelopen tijd uit jouw archief enorm veel materiaal gekregen wat wij kunnen gebruiken voor deze expositie. En jij bent een hele trouwe verzamelaar, of niet? Ja. Kan ik wel zeggen, ja. Kun je zeggen, hè? Ja, zeker. Want ik heb hier jullie mogen straks in het plakboek wel even bekijken. Dus het begin van de muziekschool. Op een gegeven moment wilde ik een popgroep oprichten. Want de vorige gitaarleraar die gaf alleen lessen vanuit de notenboeken en zo. En ik kwam met akkoordjes aan en liedjes te spelen. En dat vonden de leerlingen natuurlijk geweldig. Een totaal andere benadering.
Het eerste wat ik altijd vroeg als leerling op les kwam, waarom wil je noten lezen? Want als je in een bandje gaat spelen, heb je totaal geen noten nodig eigenlijk. Hè? Dat doe je op je gehoor, je gaat plaatjes uitzoeken en weet ik het allemaal. Dus zo is eigenlijk de leerlingenbestand eigenlijk heel snel gegroeid, waardoor ik Meppel en Assen op moest zeggen. Dat stelt er ook bij uit. Het is vanmiddag mijn, hoe noem je dat? Zo mijn gastheer, hè? Ik wil zeggen ook mijn Jan Mulder vanmiddag. Hij zit er, Jan, Ed zit er de hele middag bij en zal aanvullingen geven waar nodig. En, dat lijkt me niet zo nodig met al deze selecties. Dat moeten we wel eventjes bekijken. Okay. Jan, wil jij je eens voorstellen? Hallo, ja. Die is hard zelfs volgens mij. Ik ben Jan Stam en ik ben geboren in Noordseschut, 1959, 2 mei, in een woonwagen, bij mijn opa en oma Agatus, Koever de Straat. En ik ben eigenlijk vanaf 1975 begonnen als barmedewerker in de jeugdsociëteit Tink aan de Van Echtenstraat. Dat bestond toen ook 10 jaar, want Tink is in 1965 namelijk opgericht. Toen was ik 6. Toen kwam ik daar nog niet. Ik kwam al wel vanaf mijn 9e in een club en buurthuis Het Baken aan de Kerkstraat, waar nu het advocatenkantoor in zit, oude pastorie van de Grote Kerk. Baken is later jongerencentrum geworden, maar het was in die tijd was ik de club en buurthuis. Maar Tink was eigenlijk het centrum wat eigenlijk begin 70 jaar tot begin 80 elke maand wel live muziek programmeerde. En ook Hogeveense bands. Azuran heeft er ieder jaar gespeeld. No Name was vaste klik in Tink. En Bertus weet dat waarschijnlijk nog wel. Kwamen altijd zo'n 150, 200 jongeren op die live gezetten af in die tijd. Ja, ik heb daar deel van uit mogen maken en ik ben er begonnen met programmering van live bands. Normaal hebben we naar Hoogveen gehaald toen ze nog een onbekend bandje waren. Ik ben er al 17 december 1976. En De Zee in de begintijd. Armand hebben we naar Hoogveen gehaald. Nu valt het geluid weg volgens mij. Is er nog geluid? Ja. Oké. En ik ben eigenlijk begonnen met een popfestival te organiseren vanuit Tink in de Taboer. Johan heeft daar de eerste posters voor ontworpen. En dat was eigenlijk een festival voor Noord-Nederlandse amateurbands. En waar ook Hoogveense bands aan deelnamen. En ik ben eigenlijk nog steeds actief in de muziek. Momenteel als adviseur popmuziek bij Kunst en Cultuur in Assen. En ik ondersteun Jong. Muzikaal talent uit de provincie. En dan vergeet jij je belangrijkste functie, dat je meestal ook jurylid bent hier van de top 2000 Christen. Ja, heel leuk, heel leuk. Ja. Ali. Staat die aan? Ja, ben ik verstaanbaar? Ik ben Ali Lopers. En ik ben betrokken geweest bij de Hogeveense Jazz Club in de jaren 70. Wij zijn in de tijd begonnen in wat voor de ouder onder ons wel bekend is, het klooster, tegenwoordig de zorgzaak. En het was een uniek gebouw, heel Nederlands, alle jazzclubs waren jaloers op onze accommodatie. We hebben het zelf helemaal verbouwd, we stookten ons om gans met het gevolg dat elke 14 dagen de piano weer bestemd moest worden. Maar we hebben een paar op Bredana, de ene grootste jazzclub van Hogeveen. Toen later helaas moesten wij het klooster uit, want toen kwam daar het glasmuseum. En toen zijn we naar het Mauritsplein gegaan, naar de Savoy Ballroom. En daar hebben we ook nog een aantal jaren in gezeten. Maar op een gegeven moment, ja, toen werd de animo wat minder en moest er op een gegeven moment geld bij, ja, dan is het op een gegeven moment natuurlijk geen haalbare kaart meer. Toen hebben we het nog in het koetshuis geprobeerd met Jazz on Sunday. Maar ja, dat al met al lukt het niet meer. De jonge lui vonden de muziek niet helemaal leuk. Maar we hebben een geweldige tijd gehad. De High More City, of de Jazz Club is ontstaan uit de High More City 7 met als oprichter Roel Vleer.
Helaas is hij er niet meer, anders had hij waarschijnlijk hier naast me gezeten. Dat was het. Mijn naam is Bert Nijmeijer. Ik ben een van de drie konuiten van de Secondary Modern School in Stroos. We zijn begonnen, zoals de naam al doet vermoeden, op de ULO. De vraag was op een gegeven moment van, voor een jaaravond hebben jullie wat muziek, kunnen jullie wat doen? Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben wat geprobeerd. En dat klonk goed, dus we hebben de stap genomen. En zodoende zijn we eigenlijk zo langzamerhand steeds meer gaan oefenen. Met als gevolg dat mensen ons hoorden en we overal werden uitgenodigd. In het begin was het vaak talentenjachten. Ik kan me heugen dat we op een gegeven moment ook in een dienst in Zwilde in de kerk gezongen hebben. Want we zongen ook Negro Spirituals. En we hadden een x-bedrag gevraagd omdat wij moesten alles met openbaar vervoer. We waren 16 jaar, dus we hadden nog geen auto. Dus daar waren de onkosten voor ons. Alleen wij schrokken op een gegeven moment toen ze de collectezak omgooiden. In de zin van wat er op de tafel kwam. Toen hebben we onderling maar besloten van laten we toch nog wat minder doen. Want ik denk niet dat we er anders komen. We hebben hier ook in de Tamboer nog opgetreden in de Willem Ruijs show. Destijds hier ook een hele grote show geweest. En zo langzamerhand hebben we eigenlijk door Nederland wat talentenjachten gewonnen. Grote gast. Daaruit kwam een contract bij Phonogram van een jaar. Zijn we niet op ingegaan omdat wij nog in de examenklas zaten van de school. Dus dat was belangrijker voor ons. En nu dit project kwam, hebben we gezegd van, hey jongens, moet eens goed luisteren. Dit staat er te gebeuren, hebben we zin? Nou, we hebben de koppen weer bij elkaar gestoken, weer wat geprobeerd. En het zat er nog goed in. Dus vandaar dat wij gezegd hebben van, wij doen mee. Dus vandaar. Heel plezierig. En het klinkt raar, maar toch is het zo. We hebben misschien wel 20, 30 jaar niet gespeeld. En we begonnen weer te zingen. Het eerste couplet kenden alle drie. De tweede waren twee regeltjes. De ander vulde aan. En tenslotte hadden we het hele lied weer compleet. Dus al met al voor onszelf ook een hele openbaring. Ja, en onlangs hebben jullie opgetreden bij Uitdagend, hè? Ja, klopt. Op 7 september. Ja. Er zijn s'avonds ook opnames van gemaakt. Die kunt u bekijken op de verhalenweg.nl. Dus als u nog een keer daarna wilt uit naar de secondary school, wilt ze dat luisteren, dan kan dat nog een keer. Ja. Johan. Zal ik deze even pakken? Ja. Ja. Mijn naam is Johan Nauta. Ik ben geboren in Hoogeveen aan de Hoogstraat. We hadden thuis een orgeltje staan, daar ging er lucht doorheen. Dan moest je dan met je knie moest je dat aandrukken. En dan ging het echt zo, dat moest je dan ook heel te spelen. Dus ik had aan mijn ouders gevraagd of ik een muziekles mocht hebben. Ik wilde heel graag de muziek in. En ik kreeg les van Martin Groenewold, een bekende naam denk ik bij Van Hoogveens. En die heeft me twee keer gezegd, twee avonden tegen mijn ouders van, dat wordt niks met die jongen. Dus toen heb ik me uitgeschreven, toen ben ik gaan fotograferen. En ik wilde toch heel graag met de popmuziek in aanraking komen. En ik ging popgroepen fotograferen. Nou was het ook zo dat er in die tijd een popfestival werd georganiseerd in de Tamboer. Dat was volgens mij het eerste popfestival van Hoogveense groepen. En er was een krant toen, dat heette Weesjournaal. En dat was van de Drentse Groningse Pers, dat bestaat allemaal niet meer. En die wilde daar een hele pagina aan wijden. En ik kende een jongen, Eef Arendt. En die wilde graag journalist worden en ik maakte foto's. We hebben die hele pagina volgemaakt met foto's en tekst. En dat betekende dat we dus al die groepen die toen in Hoogveen actief waren, bij langs gingen. En daarvoor gingen we naar de Drakel op zolderen en een groep jongens te zien spelen. We gingen alle wijken van Hoogveen om foto's te maken. En wat toen opviel was van dat elke wijk in Hoogveen die had eigenlijk wel zijn eigen band. Die foto's hebben toen in de krant gestaan en toen ben ik hele andere dingen gaan doen. En op een gegeven moment is dat verwaterd. Maar vorig jaar, of een paar jaar daarvoor, kreeg ik het idee van, goh, ik moet eigenlijk wat met die negatieven doen. Want die tijd is veel te leuk om dat in de schoenendoos te laten zitten. Ik heb die negatieven erbij gepakt, ik heb ze gescand en ik heb er dit boek van gemaakt. En dat is niet alleen popgroepen, het is ook Hoogeveen in de jaren 70, Drenthe in de jaren 70. Maar ik heb met die popgroepen, niet als muzikant, maar als fotograaf, ook heel veel meegemaakt. Ik ben later bij de groep Azur al gekomen als roadmanager. Dat betekent dan dat je de apparatuur kon sjouwen naar het podium op en trappen op en zalen in en bus in, bus uit.
Daar willen we met andere jongens willen we daar heel handig in. Dat was op een gegeven moment echt heel efficiënt werken van wat zetten we eerst in de auto en wat laden we het eerst uit. Dus dat we straks al verhuizen kunnen worden. En later hebben we ook een lichtshow aan toegevoegd. En het was heel leuk, ik kwam net de bassist van de groep Jan Guigenaar tegen. En die heeft in zijn verhaal voor de Verhalenwerf, sprak hij ook over een lichtshow. En ik geloof dat hij een gesprek had met Ira Hensna. En die wist niet wat een lichtshow was. Ira, klopt dat? Nou, oké. Je had toen de tijd, nog even terug naar de jaren 60, 70, had je van die psychedelische lichtshows. En dan had je, achter in de zaal zat je twee diaprojectors neer. Dan was het koelfilter uitgehaald, dus dat het goed heet werd. Dan stopte hij daar een glazen plaatje in en dan spoot je ecoline inkt in. En toen de temperatuur ging borrelen, dat werd geprojecteerd op de achtergrond, achter de groep. Dus je kreeg even een stukje effecten op de muur. En dat was gewoon hartstikke hip. Dus wij waren echt de eerste popgroep toen in Hoogveen met de eigen lichtshow. Dus dat was wel best wel bijzonder. Nou, ik kan wel uren doorgaan. Ik wil trouwens zeggen dat ik dit een ontzettend leuk initiatief vind. Los van het feit dat je mensen tegenkomt, maar... ik woon nu in Meppel en ik reed hier naartoe vanmiddag en toen dacht ik van wat is eigenlijk nou het verschil tussen deze tijd en onze tijd dat wij met de popmuziek bezig waren. Toen dacht ik van ja, tegenwoordig heb je heel veel middelen om creatief te zijn, maar ik vond dat wij toen in de jaren 70 veel creatiever waren. En dat was eigenlijk door de beperking, ging je heel veel dingen verzinnen. Nou, kunnen we het over doorgaan? Ik ga eerst even naar de buurman. Ja. Nou, ik heb dus geen naam. Hij heet Bertus van Klaas, ja, okay. Maar hij heeft geen naam. Dus, ja. Ja, nou, ik ben ongeveer, denk ik, op mijn zesde begonnen met muziek. En dat was het traporgel van mijn zus. Daarna kwam ik bij de plaatselijke drumband terecht als drummer. En vervolgens werd ik, je geloof het niet, zanger in het allereerste bandje, las ik net in de... nauwkeurig opgeschreven verslagen die André Damming in de tijd maakte. André heeft, we staan daar op die foto, André was medeoprichter samen met mij van No Name. En André heeft minutieus bijgehouden wat er in die allereerste jaren allemaal gebeurde. Zo weet ik bijvoorbeeld precies dat ik op, ik geloof op 22 oktober 1968, 69... smiddags om 3:00 mijn nieuwe drumstel kreeg van Joop Beekham, die toen aan de Schutstraat woonde. Dat is allemaal bijgehouden. Het allereerste optreden van No Name, dat leverde 36 gulden op, waarvan ik vrijwel zeker weet dat het grootste gedeelte daarvan al van tevoren op was aan bier en jenever. Nou ja, en door de jaren heen zijn wij natuurlijk als band actief gebleven. Johan had het over de met No Name fantastische avonturen beleefd, drugs en rock and roll. Seks kon je alleen maar aan denken, maar daar heb ik nog wel een mooi verhaal van. Want... ik stond ooit op een podium in een zaal waarin de mensen vlak voor je langs dansten. En er kwam steeds, ik zat dan achter de drums met een oortje in en ja, ik zong en ik drumde tegelijk. Maar er kwam steeds een hele mooie dame vlak voor me langs dansen en die lachte en ik denk op een gegeven moment van, tjie, je bent dan wel getrouwd, maar nog niet van beton, hè? En ze bleef maar voor me langs dansen. Dus, en op een gegeven moment was het zelfs zo dat ze zich naar me toe boog en iets probeerde tegen mij te zeggen. Ik denk, nou, dat wordt feest. Dus ik wurm dat oortje uit, met de ene hand verder drummen en dan sta je meteen weer met beide benen op de grond, want wat zegt ze? Doe je ook nou geen oude stoelen? Ja. Ik bedoel, het leven van een popmuzikant gaat niet over de rozen. Maar je hebt nog wel hoop soms, hè? Maar ik heb altijd heel veel lol gehad en heel veel plezier. En dat is het belangrijkste, denk ik, als je de muziek maakt. Dat het zoveel plezier en zoveel voldoening geeft. Als mensen er ook nog blij mee zijn als je dat doet. En wees nou eerlijk, welk werk je ook doet, wie krijgt er nou elke 5 minuten applaus bijna? Als muzikant wel, hè? Dus ja, ik ben een gelukkig mens. Het mooie is ook, want jullie twee zitten er zo mooi naast elkaar, maar die grote foto bij de achterhang van No Name,
die is dus van Monet. En die is gemaakt door Johan. Dus het is een prachtige combinatie. En met deze foto gebruiken wij ook op de website. En het is toch een beetje het beeldmerk geworden van Muziek in Veen. Dus het is leuk dat jullie daar zo trouw naast elkaar zitten. Dat is mooi om te zien. Even vergeten te vertellen aan het begin. Ik heb gezegd, het is de verhalen staan centraal. Hier zitten allerlei mensen aan tafel. Maar als u nou denkt van, goh, ik heb zelf ook een leuk verhaal. Of wat ze hier aan tafel zeggen, daar klopt geen helemaal een moe van. Daar staat een katheder en wees niet bang, ga erachter staan en vul gerust aan. Want het is uiteindelijk de bedoeling dat we hier allemaal verhalen verzamelen. Als u iets in de zaal heeft waarvan u denkt, nou, dat moet ik kwijt. Grijp uw kans. Hè? Absoluut. Ja. Zo. Nu gaan we naar de tweede ronde. Ja. Hoe wordt het? Hoe wordt dat? Jullie zijn bijna allemaal nog wel een beetje actief met muziek. Hè? Jan, je hebt een immens archief daarin naast en ik ben bij jou geweest. En, nou, vertel maar. Dat, ja. Even aan. Ja, dat doe ik weer. Ja, kijk, ik heb net even, natuurlijk heel weinig gezegd, maar kijk, in Hoogveen zijn we begonnen met het ondersteunen van het lokale talent. En dat hebben we eigenlijk, in die periode van Tink was jongerencentrum Baken actief. En ik ben middels een studie. Op sociale academie ben ik stage gelopen in het Baken en daar ben ik eigenlijk begonnen met de oprichting van een popcollectief op vrijwillig initiatief. En het popcollectief had als doel om lokale bands, in dit geval uit de hele regio Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel, ondersteuning te bieden, podia te bieden, oefenruimtes te bieden, muzikanten samen te laten komen en samen de krachten te bundelen. Want in die tijd was popmuziek was nog niet cultuur, bij de politiek tenminste niet. Want politiek die dacht eigenlijk dat popmuziek dat is een rare uiting van jongeren en dat waait alweer over. Maar die popmuziek die bestaat nog steeds en inmiddels ondersteun ik die popmuziek al bijna 40 jaar. Jullie hebben op een nog een politieke partij opgericht in Hoogeveen. Jullie hebben meegedaan aan de verkiezingen van 1982 uit mijn hoofd, klopt hè? Ja. En de Riemen zitten er ook. Was voor mij, we zijn die lijst aan voeren toen van... Ja, dat was te jong, een stukje voor. Ja, precies. Nee, toen we de popcollectief oprichten, dat was in 1981. En omdat popmuziek bij de politiek nog niet een gehoor kreeg, hebben wij gewoon actie bedacht van we gaan gewoon eigen politieke partijen starten. En we gaan gewoon een poppartij starten om aandacht te genereren bij de politiek dat popmuziek toch ook wel een onderdeel van de cultuur mag zijn. En ook wel een klein beetje ondersteuning mag hebben van de overheid. En, dus in 82 hebben we gemeen gedaan in gemeente Hoogveen, waar Hendrikus lijsttrekker was. En in Averlees hebben we meegedaan en in Emmen. Ik weet nog wel dat de nieuwe de vuur onder andere hier in het taboe is geweest en een hele dag heb georganiseerd met als thema die poppartij, waarbij alle lokale partijen uitgenomen werden. En ik weet nog wel dat de PPR, de politieke partij radicaal had je toen, in Hoogveen ook mee dingen aan de zetel. En, ons eigenlijk zei van, wij hebben liever niet dat jullie meedoen, maar jullie zijn onze concurrenten. Straks hadden wij net geen zetel. Ja, ik zei eigenlijk van, kijk, de mensen die wij trekken voor de poppartij, dat zijn mensen die normaal gesproken helemaal niet gaan stemmen of nog niet mogen stemmen, omdat ze nog te jong zijn. En uiteindelijk hadden we, ik geloof, 99 stemmen. je had 700 nodig om een zetel te hebben, heel fijn, maar dat is dus niet gelukt. Maar we hebben wel de poppartij op de kaart gezet. En eigenlijk vanaf 82 ook onze eerste subsidie gekregen van 365 gulden. Mag ik reageren? Jazeker, tuurlijk. Ja. Graag, ja. Nou, het is wel leuk, want Jan zat dan aan de andere kant van het verhaal. Hè? Ja. Als bandje ben je eigenlijk altijd bezig om maar in jezelf in de picture te plaatsen. Hè? Dus je doet alles en je probeert alles om maar iets binnen te halen waarmee je weer verder kan. Nou, we hebben dingen meegemaakt als band dat we, ik zag hier toevallig de naam staan van Andres, die samen met Sandra een duo had. DC Lou is heel bekend geworden. Dat waren mensen die
dan zogenaamd bezig waren om jou als band te promoten. Uiteindelijk kwam het erop neer dat ze zichzelf promoten. En het mooiste wat we daarmee als band hebben meegemaakt was de bekende DJ Alfred Lagarde. Ik weet niet of iemand die naam niet zegt. Nou, die had ik geschatterd als presentator van een popfestival wat ik had georganiseerd in Hollandse Veld. En toen wij met No Name hadden gespeeld, kwam Alfred Lagarde naar me toe en heel amicaal. Hé hey Bertus, jongen, dit is geweldig wat jullie doen. Wij gaan een plaat maken, jongen. Ja. Nou, dan sta je van, ja, nee, dit is echt helemaal te gek. En weet je wat je doet? Je maakt een opname voor mij, die stuur je naar mij. Daar zoeken we de beste nummers uit en dan gaan wij een plaat maken. Jongen, dit wordt hem helemaal. Dus wij op zaterdag, de volgende zaterdag daarop, met z'n allen in onze oefenruimte, microfoons opgesteld van 's morgens 8 uur tot 's avonds 7 uur, opnames gemaakt, een band opgestuurd. Het is nou, geloof ik, bijna 40 jaar geleden. Ik heb nooit weer iets van de heer Lagarde gehoord of gezien. Hij is ondertussen al overleden zelfs. Dus het is, je wordt blij gemaakt en in die wereld is het soms ook echt een kwestie van de slangenkuil. En blijf er heel ver van, want iedereen wil het haantje zijn. En niet in de slangenkuil trouwens, maar als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Maar dat is de andere kant van het organisatorische verhaal, denk ik. Ja. Ik wil even zeggen dat dus dat popcollectief wat we oprichten, dat was ook een muzikantencollectief natuurlijk. Dat waren de muzikanten van de bandjes, die de bands. Die eigen composities wouden schrijven. En het was eigenlijk de tijd ook van de punk, hè? De punkperiode. Dat was het do-it-yourself. Het niet meer overlaten aan de platenbazen, maar gewoon het allemaal zelf doen. Je bent zelf promoten en je bent gewoon alles zelf doen. Tegenwoordig kun je het ook al. De DJ-wereld kun je zien. Je kan alles thuis maken. En jezelf promoten, je hebt geen platenbazen nodig. Daar hadden we toevallig van de week ook over op de radio met Henrik Zo. Dat is een Radio Hoogeveen geweest. Radio Hoogeveen, ja. Dat je als bandje altijd bezig bent om jezelf te promoten, wat ik zelf ook al zei, maar dat je altijd afhankelijk bent van mensen daarachter. En wij waren meer met de covers bezig. Ja. En jullie zaten meer in het, laten we zeggen, het underground circuit. Ja. En daar werd op coverbands werd een beetje neergekeken. Hè? Dat was een beetje een bruiloft van de partijen. Ja. Nou, ik kan je zeggen, en dat heb ik van de week ook gezegd, op dit moment is elke muzikant in Nederland die nog een paar cent wil verdienen, richt een tribute band op, oftewel een coverband. Ja. Nou kunnen ze er niet omheen. En het is echt waar net zo moeilijk. Muziek van anderen spelen is net zo moeilijk als muziek van jezelf. Ja. Sterker nog, muziek van jezelf spelen is veel makkelijker. Ja. Want niemand weet hoe het eigenlijk precies moet. Dus je kan alles doen wat je wil. Ja. 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 Toen ik in 1984 hier in Hoogeveen aan de bibliotheek kwam werken, toen werkte op de fonotheek Kees Tanger. En die heb jij vast heel goed gekend. Wat zou je over Kees willen zeggen? Net? Kees Tanger heeft dus jaren als trombonist in de Harmony City 7 gespeeld. Die kwam van de... Weet jij dat nog? Ook dacht dat Peter er nog was. Nou, ik weet niet meer waar hij vandaan kwam, maar toen hij in Hoogeveen kwam wonen, toen... is hij dus, heeft hij jarenlang in de Harmor gespeeld. En inderdaad, hij zat hier op de fonotheek. Hij was vertegenwoordiger voor een platenmaatschappij. En toen later ging hij dus hier op de fonotheek cd's uitdelen. Ja. Wat ik nog wel even leuk vind om te vermelden, achter mij staan dus de Magnolians. En in de jaren 70, Julius die zal het waarschijnlijk nog weten, heb ik nog bij de Magnolians gezongen. Oh! Ik stond